En dat was het koor in Shepherd Grove en ze zongen Rivers of Redeeming Love. Nou, zingen kunnen ze in Shepherd Grove, maar zingen, dat kun jij ook. Elvis, ontzettend leuk om jou als gast te hebben. Uh, je hebt een heel bewogen leven achter. Dus Laten we eens beginnen met uh, het land waar jij geboren bent en uh, het gezin waar je opgroeide. Ik ben uh, geboren in Benin City, uh, dat is een, een stad in Nigeria. En uh, daar uh, behoren Edo-stam. Dus ik kom uit Edo-stam, Edo-mensen. Dus we hebben echt een koninkrijk. Dus zo wordt het nog steeds genoemd. Ik ben een Edo-stam, uh, geboren in uh, een hele grote gezin. Ja. Dus uh, mijn vader die, uh, die komt uit, uh, uit een cultuur waar je dan uh, meerdere vrouwen mag, mag, uh, mag hebben als je dat kan betalen had ja, dus twee. Maar jouw vader huwde een tweede vrouw, omdat ja. bij zijn eerste vrouw had hij alleen maar dochters. Dat en, klopt. En in de cultuur van de stam moet je wel een opvolger hebben, een zoon. En eigenlijk in de meeste Afrikaanse cultuur is het ja. zoon heel belangrijk. En dus na mijn derde zus en waren de andere vijf tot aan mij alleen maar zons. Ja. Oh, dus had mijn vader nog eventjes gewacht, had het al was het niet meer nodig om er nog een nee. vrouw bij te nemen. Maar nee. dus, maar vandaar, dus ik, kom uit, uh, ik ben de achter van mijn moeder. En, uh, de dertiende van mijn vader. Kijk, dat is nog een keer. Ik moest even vertellen. Ja ja, 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 ja. Jouw vader was een hoge ambtenaar. Ja. En uh, jullie hadden het goed in Nigeria. En die dat klopt. overleed toen jij acht jaar was. Dat en klopt. toen veranderde alles voor je. Ja, daarvoor ging alles goed. En toen hij overleed uh, Ging ons leven van 100 naar nul? Van 100 naar nul? Ja, zo heb ik het ervaren. Van rijkdom naar armoede? Juist. Yes. Extreem armoede. Uh, dus wij moesten het huis uit. Want de eerste zoon die moeten dan volgens de cultuur overnemen. Dus wij gingen naar een huis waar uh, op zich eigenlijk geen plafond was, zelf geen ramen. En uh, was wel een dak, dus, uh, maar geen keuken bijvoorbeeld, geen wc. Dus ja, het was, uh, het was wel heftig, moet, moet ik wel zeggen. Dus van leven waar als een acht jaar jongen gewend was, he opeens helemaal naar. Iets te gaan waar je niet gewend bent, alsof je bijna een dier bent of zo. Ja, eigenlijk. ja dat vond ik wel heel moeilijk, moet ik eerlijk ja, zeggen. Maar je had een hele sterke band met je moeder, want ja. die gaf niet op. Nee, mijn moeder is, uh, ze was, ze is echt een vechter. Ze zei, zodra ik leef, ik ga alles doen wat ik kan doen om voor jullie te kunnen zorgen. En uh, zij zorgde gewoon voor eten. Ik wist niet hoe ze dat deed. Ze had geen baan, maar ze, ze ging ook wel dingen die zij had bezittingen verkopen om ons eten ja. te kunnen geven. Ja. Ja. Dan ontdek jij dat je muzikale talenten hebt... maar je moeder zegt nee, je moet studeren. Dat is, ja, je lacht ja. wel. Dat nou, is heel <laughs> belangrijk. Maar ja, uh... dat klopt. Voor ons die tijd was muziek eigenlijk... geen serieuze carrière, zeg maar. Dus uh, muzikanten werden niet serieus genomen. Ik had ook een oom die uh, muzikant was... maar uh, die was ook uh, bijna elke dag dronken. Dus, <laughs> dus dat was sowieso geen goede voorbeeld... Dus voor mijn moeder was het belangrijk om iets van je leven te maken. Dus dat doe je door jouw studie serieus te nemen. Ja. Maar ik wou muziek ja. maken, dus ja. ik wou keyboard spelen. Ja. En dan zei je mag dat doen, maar niet te lang mee bezig zijn. Nou, ik werd wakker om zes uur. Dan begin ik meteen met de piano te spelen tot aan twee uur middags. Totdat uh, op, op één dag ging ze mijn uh, voedingsmiddel, uh, ging ze ergens verstoppen. ...zodat ik dan niet meer kon spelen. Ik heb er wel anderen gevonden in de kerk... ...dus ja, ik kwam allee. met een andere naar huis... ...en ja. toen, uh, toen dacht ik, weet je, geef dat maar op... ...en laat je je droom ja. volgen. Ja. 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 Je bent in de kerk opgegroeid... ...daar ja. ging je ook muziek maken. Ja. Waar ontdekte jij... ...dat je heel veel talent had? Ik was op één middag... ...in onze achterhuis... zo'n keuken aan het zingen... ...en mijn nicht was bij hun thuis... ...want ze, onze huizen waren heel dicht bij elkaar... Zij hoorde iemand zingen in de keuken terwijl ze aan het douchen was. Zij, kwam ze rennend naar mij toe. En toen zij de deur opendeed, zag ze mij daar staan. En ze keek nog verder of er nog iemand anders in de buurt was. En toen stelde ze mij een vraag: van, wie was het net aan het zingen? Van jij kan het niet zijn. En ik zei: wat bedoel je nou? Ik was aan het zingen. Heb ik nou iets verkeerd gedaan? Toen begon ik weer te zingen. Van, nou, ik was echt gewoon bewijs dat ik dat dan het ga was. ik je natuurlijk een handvraag stellen, want dat ja. zong je, weet je het nog? Ja, zeker. Nou, dan dat willen we dan graag horen. Nou. <laughs> ja, 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 ja. Dat was het uh, nummer je, ja. van uh, Whitney Houston. Van ja. uh, I Will Always Love You. Dus ik zong heel hoog met een. Ik was denk ik misschien rond uh, iets van 12 of zo, ja. 13 jaar, zong ik. En ja. I Will Always Love You. And... Dat, dat zong ik bijvoorbeeld. Ja. Zij keek zo. Bijna verbaasd naar mij, bijna bevroren, rende ze weg, met een aantal mensen kwam ze terug. en uh, Ze was helemaal in trillen en zei: wil je nog een keertje zingen? En toen deed ze iets en dat heeft mijn hele denkwijze over mezelf, over mijn muziektalent veranderd. Zij, um, bracht, uh, zij nam geld, was een 5 euro soort van, als je dat mee vergelijkt met Nederlandse uh, geld. Van Als je dat nog een keertje doet in de bijzijn van deze mensen, wil ik jou betalen. En dat was voor mij van: oh, iemand is bereid om mij te betalen om te zingen. Dus dit is echt heel serieus. En daar is de knop voor mij omgedraaid. Je ontwikkelde je talent. Ik neem wat grote stappen. Je zong in de kerk, je speelde keyboard. Dan komen er mensen uit Nederland, die horen jou. Ja, klopt. Die zeggen: joh, wat heb je een groot talent? Maar er gebeurt nog wat. Want God geeft jou een droom. Ja. En wat zag je in die droom? Nou, uh, dat vind ik wel een is... grappig verhaal hoor. Ja, nou, maar ik, het was heel bijzonder. want... Uh, uh, ik droomde en ergens zag ik een beeld, heel groot letters. En letters waren Amsterdam. En ik zag, omdat de letters, zag ik een soort van waterval effect. Zag ik. En ook veel lampen, veel lichten. En toen werd ik wakker. En uh, ook toevallig was, uh, hing toen die tijd nog in mijn oude kamer hing een, een plaat. En daarop stond, stond ook Amsterdam. En dus ik zat de hele tijd met, dat, met, die, met die naam, met Amsterdam in mijn hoofd. En, en ik ging op een moment naar mijn uh, neef toe. En, uh, om te vragen: van, uh, ah, is dat nou een plek of zo? Wa waar is dat, Amsterdam? Nou, in plaats dat hij ook toegeeft dat hij, dat hij niet wist, hij wilde een beetje stoer doen. En uh, toen zei hij op een gegeven moment: uh, dat is een plek in Duitsland, ja. zei hij tegen mij. <laughs> dus dat heb ik onthouden de ja. hele tijd. Dus ja. in mijn hoofd was: Amsterdam is een plek in Duitsland. Ja. Maar, maar ik zat. De hele tijd met die naam Amsterdam in mijn hoofd. En dan op een moment inderdaad... Uh, weet je, ging ik van Benin City, waar ik geboren ben, uh, op een moment met muziek, we verhuizen naar Lagos. Ik ging staat. eerst tijdelijk met mijn broer wonen. Die heeft mij uh, namelijk muziek leren spelen. Die ging op een moment ook naar uh, de, de bijbelschool van Rema in Zuid-Afrika. Dus ik was daar op mezelf in Lagos. En in de kerk waar ik speelde, uh, een van de diensten was iemand die uh, uit Nederland kwam, die heeft mij ontdekt. Um, en toen kreeg ik uh, via mijn pastor te horen: van uh, er is iemand die geïnteresseerd is in jou en die komt uit Amsterdam. Weer de link met, ja. die, met mijn droom. En dat, ik, ik, ja, ik wist niet wat toen op dat moment met mij had gebeurde. Ja. Uh. Hoe kom je dan in Amsterdam terecht? Ja, ja, gelukkig met de vliegtuig. Ja, ik heb niet overlopen. Nee, nee. nee, maar nou, uh, hij was heel erg geïnteresseerd. Dus hij had eerst ook gebeden, want dat is de proces. Hij moest even ook gaan bidden en God zoeken of dat echt de weg was. Zeg maar. En hij kreeg een bevestiging en toen startten ze met het proces met met, om mij naar Nederland te brengen. Ja. En dat is helemaal allemaal binnen een paar maanden gebeurd En toen kreeg ik visum. Uh, tickets ticket van uh, jij gaat uh, volgende week vliegen naar Nederland. Naar Kom Amsterdam. je in dit land aan? Het ja, land ik, kent, ik vloog toen via, Amst uh, via Frankrijk, ja. je weet nog. Ik vond het heel spannend. Ja. <laughs> en uh, staat daar uh, en uh, op uh, de voor nou, dezelfde dag vloog ik ook meteen door naar Amsterdam Schiphol. Ja. Daar werd ik opgehaald. Uh, ja, het is ja, het is gewoon een kort uur schok. Hier. Je komt in een land waar alles anders is dan wat je ja. gewend bent, zeg maar. Ja, wat ik wel heel gaaf vind, dat uh, in mijn ogen toen was het echt hemel. Alles was zo schoon en mooi. Dat van, waar is het zand? Waar is, waarom is er geen zand? <laughs> alles is te schoon hier. Ja. Ja. Nou, het was, ik was er niet gewend, ja. Nee. Ja. Dan begint je muzikale carrière in Nederland. Ja. Je, je bent nu een heel bekende zanger-componist. Wat is jouw lievelings gospellied? Dat is heel moeilijk, moet ik eerlijk zeggen. Want ik heb, ik heb heel veel lievelingsgospelliederen. Ik dus, uh, nou, kies er dan toch maar eentje ja. Als ik nou zeg Oh Happy Day, is dat een beetje cliché? Nee, helemaal niet. Ik <laughs> vind het fantastisch. Sherman uh, nee. ook laatst. Die heeft ook al oh, Happy Day gezongen. En we hebben het ook tijdens het. Tijdens de tour gezongen? Ja, daar ja. nou, ja. nou eindigt het mee. Wat op mensen een enorme indruk uh, maakt, is de blessing. Hè, van, the Lord bless you and keep you. Dat is ja. echt zo ontzettend ja. indrukwekkend. Ja. 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 Wat betekent God voor jou? Ja, um, voor mij is God eigenlijk uh, alles. Alles? Alles. Dus er is niks zonder God. Dus, en, ik, en dat is wel... Als, je moet heel goed en diep nadenken wat ik zeg, want... Uh, alles kan ook slecht zijn. Maar de, de, de Bijbel zegt dat alles werkt ten goede voor de mens die gelooft. Dus God is alles. In Hem vinden we alles. Dus ook toen ik geen vader meer had, was God vader. Dus God kan alles vullen wat een gat is in jouw leven. Maar heb je het nooit moeilijk? Heb je nooit vragen? Tuurlijk. Ja, ja. Ik ben ook mens. Maar ook, ook dat moment waar ik ook niks meer weet, kom ik bij Hem terecht. Dus uh, Hij is gewoon alles. Ja. ja. Je hebt meegedaan, uh, je was eigenlijk een van de motoren achter Amazing Grace. God, ja. uh, Nederlandse artiesten die ineens gospel begonnen te zingen. <laughs> Hoe heb je dat ervaren? Nou, dat is heel, heel bijzonder. Ik vond juist heel mooi dat er mensen zijn die eigenlijk niks met gospel te maken hebben, die niks met geloof te maken hebben, die wel voor openstaan. Zeg maar. ja. en, uh, en dat was zo'n bijzondere ervaring. Waar ook heel veel dingen gebeurd achter de scherm die dan niet uiteindelijk uh, uitschonden werd. Maar ja, ik vond het heel bijzonder dat wij toch op zo'n bijzondere manier deze mensen konden bereiken. Hoe komt het dat jij zo knap kan componeren? Ik heb dat zelf natuurlijk ook gezien op die avond. Dan denk ik, wat een kunstenaar ben je. Nou ja, uh, dank je wel, een compliment. Uh, het is sowieso, ik ben er mee, uh, ik ben echt in de kerk opgegroeid. Plus, het is echt een talent van God. Het draait echt niet om mij. Het, ik ben niet zo geïnteresseerd om. Per se bekend te worden. Het hoort misschien wel bij. Maar ik wil juist leven raken. Ik wil harten raken. Mensen die juist niks met God te maken hebben. Wil ik echt in contact komen. En, en echt bewijzen dat God echt goed is. Dat hij ook van iedereen, ongeacht waar je bent, waar je vandaan komt, wat je doet, wat je gedaan hebt. Van houdt. En zijn genade is voor iedereen. Goede vriend. Ja, je hebt hem ontmoet natuurlijk. Je Geef je graag dit boek mee van Bobby. 365 Bemoedigingen. Wow. Houd moed. Wow. Geloven in moeilijke tijden. Hartstikke bedankt. Ja. Wauw. Hé, hey, ja. <laughs> <laughs> ja, close to the heart. Ja, hè? precies. En wij gaan naar Shepherd Grove, waar onze zanger klaar staat om te zingen over The Goodness of God. De goedheid van God. Amen. Vrienden, welkom bij het YouTube-kanaal van Hour of Power. Hier vind je de interviews die ik mag hebben, inspirerende toespraken van Bobby Schuller en de muziek uit onze uitzendingen. En ik hoop dat de gesprekken die ik mag voeren met bekende en onbekende Nederlanders je ook zullen bemoedigen. Nou, ik nodig je uit om de abonneerknop in te drukken op het YouTube-kanaal en zo met ons in contact te blijven. Tot ziens bij Hour of Power via YouTube.